Over 2 weken zal de gemeenteraad naar verwachting instemmen met de plannen. Maar waarschijnlijk zonder de steun van de PvdA. Want die vindt dat er te weinig geluisterd is naar de kritiek uit de stadsdelen. We vinden dat daar juist de besluitvorming het best genomen kan worden. En dat zij ons het best kunnen adviseren over wat gedaan moet worden met betrekking tot parkeren. Dus voorlopig een niet bij de PvdA? Voorlopig is het nee. Maar de coalitie van D66, SP en VVD zal de plannen van wethouder Litjens naar verwachting gewoon steunen. Al blijft de enorme stijging, in sommige buurten maar liefst 25%, voor automobilistenpartij VVD een pijnlijke zaak. Ja, u bent toch van de VVD, hè? Ja. Maar 25%, dat kunt u toch eigenlijk de Amsterdammers die zitten kijken niet uitleggen? Nou, ik kan Amsterdammers heel goed uitleggen dat het parkeren voor vergunninghouders ongeveer 10 euro duurder gaat worden. En dat zij daarvoor terugkrijgen dat ze bezoekers goedkoper kunnen laten parkeren. He, op die manier kan ik dat uitleggen. Als het puur zou gaan om geldklopperij, dan heb ik inderdaad geen verhaal meer. Want in alle stadsdelen wordt een bezoekersregeling ingevoerd. Al laat die in West en Centrum nog even op zich wachten. GroenLinks maakt zich ondertussen zorgen over de bouw van de Singelgrachtgarage. Want daarvoor komt de stad flink geld tekort. Daarvoor waren ook hogere vergunningstijgingen voorspiegeld. Die kunnen allemaal niet doorgaan, omdat er in het coalitieakkoord is, met een harde afspraak is gezegd maximaal 25% en echt geen cent meer. Is toch ook al wel veel voor de Amsterdammer? Nou, dat is maar helemaal de vraag. Ik vind het helemaal niet veel om 1,15 euro per dag voor het allerduurste stukje grond wat we in deze stad hebben. Wethouder Litjens erkent dat de stad nu geld tekort komt voor de Singelgrachtgarage. Hij is in overleg met West en Centrum en hoopt begin volgend jaar met een oplossing te komen om de garage alsnog te kunnen bouwen.